Beste kijkers, ja, we hebben hier een scheidsrechter te gast. U kent hem natuurlijk allemaal uit onder andere de Dutch Basketball League, Arnoud van Bokhoven. Goedemiddag, Arnoud. Hai, Fijn dat je in je drukke baan ook even tijd wil maken. En ja, ook heel hai. mooi dat je naast al je werk ook nog zoveel wedstrijden kan fluiten. Kun jij eens Absoluut. vertellen, wat heb je eigenlijk allemaal kunnen fluiten in 2021? Nou ja, goed. In het begin van het seizoen 2021 natuurlijk niet zoveel. Hè. Twee wedstrijden gefloten en toen ja, werden we stilgelegd door de overheid. Maar goed, gelukkig vanaf januari mochten we gewoon weer volle bak aan de slag. Wel met een strikt COVID-protocol, maar ja, goed. Ik denk dat we heel erg moeten waarderen dat we in een uitzonderingspositie zitten, dat we alsnog in de topsport gewoon aan de slag konden gaan. Dus ik denk dat we daar heel goed in hebben geanticipeerd en hebben goed alles hebben afgewogen wat wel niet kon. En ja, goed, dat resulteerde uiteindelijk in een tot nu toe denk ik heel interessant seizoen. Voor alle fans, alle teams en ook denk ik voor ons als scheidsrechters. Ja, goed, vooral de Dutch Basketball League natuurlijk gefloten. Helaas alles zonder publiek. Ja, goed, in januari heb ik nog een week samen met Bert van Sloot in Valencia gezeten. Oh, gaaf. Het is natuurlijk superleuk om voor FIBA weg te kunnen. Voor de Dames Eurocup in dit geval. Ja, goed, alleen heel, ja, de beleving is natuurlijk heel anders. Hè. We zaten natuurlijk, Valencia klinkt heel leuk. Maar goed, resulteerde uiteindelijk een volle week afgesloten in een hotelkamer te zitten. We mochten, goed, we floten allebei twee wedstrijden. En ja, goed, buiten die wedstrijden ja, zat je gewoon op je hotelkamer. Goed, we hadden het geluk dat we daar nog een dakterras hadden. Dus we mochten daar nog even naar buiten. Maar ja, verder mocht eigenlijk niks. Hè. Dus we mochten het hotel niet uit. Maar ja, goed, ook daarin geldt. Maar ja, goed, uiteindelijk is de game het belangrijkste. Goed, die hebben we daar zonder enige positieve testen kunnen, of positieve gevallen kunnen afronden daar. Dus ja, dat was eigenlijk hartstikke leuk. Super ervaring natuurlijk om ja, voor internationaal weg te zijn. Ja, het lijkt me een prachtige ervaring ook voor jouw eigen carrière. Ja, je fluit eigenlijk al jaren DBL. Je bent jong begonnen. Hoeveel jaar fluit je eigenlijk al echt de profs? Mijn debuut was in eind 2013, dus toen was ik 21. We hebben mijn debuut iets naar voren gehaald vanwege een blessure van een collega. Ik zou eigenlijk pas dat seizoen stond ik op de planning om tweede seizoenshelft mee te gaan draaien voor een paar wedstrijden. Maar goed, ja, was een blessure en niemand anders. Er waren geen reserves meer, dus toen hebben ze mij naar voren gehaald. Dus dat was echt superleuk. En dat was Den Helder tegen Zwolle, toen nog Den Helder Kings. Dus Oh, kijk, ja, ik kan me natuurlijk ook nog herinneren. Het was een mooie ploeg trouwens. ja, Rogier was Jans, zeker, Jeroen ja. van der List. Ja, En volgens absoluut. mij heb je ook een zus die zij fluit ook, dacht ik, hè? Floot. Ja, ze heeft gefloten, ja, dat klopt. Dus ze is inmiddels al gestopt. Wat meer toegespitst op het coachen. Maar ja, goed, dat heeft dit seizoen natuurlijk ook veel stilgelegen. Actief bij Binnenland. Dus ja. Kijk, Dus mooie ja. club. Finale gehaald bij de dames, onder Ja, andere. Ja, gaaf. Hey, mooi Arnoud. Ja, je zei net, zonder publiek is ook wel saai en zo, maar je hebt ook minder gemopper aan je hoofd. Of mopperen de goed. spelers gewoon extra veel? Ja, kijk, we maken natuurlijk onderling wel af en toe grapjes over. Ja, goed, voor ons is het een super rustig seizoen en lekker relaxed. Maar ja, goed, weet je, uiteindelijk sta je natuurlijk op het veld omdat je onderdeel wil zijn van het product basketbal. Omdat je daar natuurlijk een super veel liefde voor het spelletje hebt. En ja, goed, basketbal is iets voor het publiek, is altijd spektakel. Ja, weet je, wij missen dat natuurlijk ook gewoon als dat er niet is. Je vertelde over, oké, het is misschien wat rustiger, het heeft wel wat voordelen, maar ja, ook een scheidsrechter ja, drijft natuurlijk, denk ik, op de energie van het publiek en Ja, op natuurlijk. de Kijk, beleving. natuurlijk, we hebben natuurlijk ook, ik bedoel, publiek zit natuurlijk voor de sfeer, voor het spel. Ja, dat ze af en toe het niet met ons eens zijn. Ja, goed, so be it, dat hoort er ook bij. Ja, goed, dat maakt het ook allemaal niet zo, dat maakt natuurlijk allemaal niet zo uit. Zolang het met redelijk respect gebeurt, zoals het in het basketbal is, is dat allemaal goed te managen, denk ik. Ja,
En je hebt wat dat betreft ook ja, al het een en ander meegemaakt. Dat scheelt natuurlijk ook. Ervaring leert. Ja. Ik zou graag met jou even willen teruggaan naar die prachtige DBL Cup. Het was natuurlijk sowieso een hele mooie week. Heel veel wedstrijden. Sensationele winnaars. Spannende wedstrijden. Topprestaties. 52 punten in de halve finale. Prachtige winsten voor Bal. Jij hebt die finale geleid, denk ik. Hè? Jij was de... Hoe heet dat tegenwoordig? De crew chief? Ik dacht, was het samen met Mohammed en Tijmen? Heb ik dat goed onthouden? Klopt helemaal. Tijmen en Mohammed inderdaad. Tijmen Lans en Mohammed Schumann. Ook mooi op tv. Bij de NS, prachtige uitzending. Lekkere game, mooie kampioen. En toen hadden we een soort mooi déjà vu. Namelijk het inzetten van een replay in een bekerfinale in Zwolle. Ja. Ik ga het even niet over Leiden en Bosch hebben, waar overigens Antioch Sint en Niklaas de replay heel nuttig gebruikte en ook tot een eerlijke conclusie kwam. Hè? Dus wat dat betreft ook 5 jaar geleden helemaal oké. Nou, wij als liefhebbers vanaf de zijlijn volgen natuurlijk niet al die technische ontwikkelingen en wat mag er en wat kan er. Dus wat dat betreft was het vrij verrassend dat het werd gebruikt. Wisten de twee teams dat het gebruikt zou kunnen worden? Ja, kijk, in tegenstelling tot toen 5, 6 jaar geleden was het. Was het nu eigenlijk van tevoren echt heel duidelijk, allemaal goed uitgelegd, gelukkig. De DBL had in dit geval de organisatie natuurlijk, hè, want het was normaal is de beker onderdeel van de NBB, van de Nederlandse Basketbalbond. Maar goed, vanwege COVID en dat de amateurtak natuurlijk helemaal stil liggen, heeft de DBL nu een aparte cup georganiseerd in een nieuwe opzet. En ik denk dat dat voor dit seizoen zeker een geslaagde opzet is geweest. En wat ze dit jaar gewoon heel sterk hebben gedaan, is dat ze van tevoren al met de NOS hebben besproken van goh, als jullie er zijn, willen we het gebruiken. Mocht dat lukken met eventueel een scherm achter de tafel. Ja. Dus we kregen ook netjes een document voor het weekend of in het weekend, in ieder geval voorafgaand aan de wedstrijd, van joh, we kunnen het gebruiken, we mogen het gebruiken. Met duidelijk ook een verwijzing naar de FIBA-spelregels, zeg maar. Dus de teams waren daarvan op de hoogte, wij waren daarvan op de hoogte. En de NOS had ook alles al netjes klaargezet voordat we in de gym kwamen. Dus dat was goed geregeld. Ja, perfect. Als ik me goed herinner, ik weet vrij zeker, jullie hebben twee situaties eigenlijk gereplayed, zo gezegd. Ja, klopt. Volgens mij was het in beide gevallen van, is het wel of geen U? Ik meen dat de eerste werd teruggedraaid. De tweede werd volgens mij een U gefloten en dat was ook echt een U. Of dat bleef een U, zou ik zeggen? We floten hem als normale fout. Wat we natuurlijk afspreken is natuurlijk, als we de mogelijkheid hebben tot het reviewen, dan kunnen we natuurlijk wat meer rust inbouwen. Hè? Dus waar we eigenlijk altijd naar op zoek zijn als scheidsrechter is less emotions, hè? Dus just follow the facts. Dus we proberen heel erg gewoon heel erg strak de feiten te volgen van wat zien we en wat beoordelen we en daar de criteria langs te leggen. Basketbal is een emotionele sport, ook voor scheidsrechters. En zeker als er bijvoorbeeld iets is van als een onsportieve fout of een disqualificerende fout in het ergste geval. Dan ook bij een scheidsrechter gaat dan vaak de emotie en de adrenaline en de hartslag omhoog. Dat proberen we heel erg te trainen om dat natuurlijk laag te houden. Maar dat wil nog wel eens voorkomen dat we te snel of gelijk naar een onsportieve fout grijpen. Terwijl het misschien iets anders kan zijn of wat dan ook. Dus zeker als we de mogelijkheid hebben om te reviewen, zoals we dat afgelopen zondag hebben, proberen heel erg de rust te houden. En fluit je in eerste instantie gewoon de laagst mogelijke val. Okay. En dan kan je hem altijd upgraden naar een hogere val. Dus in dit geval van normale fout naar onsportieve. Je moet volgens mij altijd wel een call maken. Hè? Want het kan natuurlijk zijn dat de replay inconclusive is. Hè? Dat die replay het niet duidelijk maakt. Absoluut. We hebben natuurlijk, met de NOS hebben we in dit geval, ik denk dat we 6 camera's hadden, geloof ik. Je hebt 6 verschillende angles, maar het kan natuurlijk zomaar voorkomen. En het zal voornamelijk zijn bijvoorbeeld met uitballen. Dat zien we in de NBA of in de Euroleague, zie je dat ook nog wel regelmatig. Vooral bij uitballen, bij 50-50 ballen, dat het gewoon ook op beeld gewoon bijna niet te zien is. Dan kan je niet zeggen na het bestuderen van de beelden van we weten het nog niet. Dus er moet een call gemaakt worden op het veld. En dat is puur inderdaad om uiteindelijk omdat de beslissing van de scheidsrechter op het veld leidend is.
Dus dat wil zeggen dat als we een call hebben op het veld, dan kunnen we hem daarna reviewen en dan kunnen we kijken of dat we hem willen veranderen, ja of nee. Maar als die inconclusive is, zoals we dat noemen, dus de beelden zijn niet toereikend om te bepalen of dat die val of iets anders wel of niet correct is, dan blijft gewoon de beslissing staan zoals die staat. Juist. Arnoud, wat zijn situaties dat überhaupt de scheidsrechters naar de review toe kunnen gaan? Want je kan niet zomaar volgens mij van alles zeggen, laten we maar even gaan kijken. Nee, kijk, FIBA heeft daar natuurlijk een hele richtlijn over geschreven van wat we wel niet mogen reviewen. En dan maakt ze onderscheid eigenlijk in wat je gedurende de hele wedstrijd mag reviewen. Ja. Wat je in de laatste 2 minuten mag reviewen en wat je aan het eind van een kwart of overtime mag reviewen. De dingen die het meest worden gereviewd, als je een beetje internationaal kijkt, ook naar Euroleague en naar andere competities, Basketball Champions League van FIBA, die het gebruiken. Mm-hmm. Dan zie je eigenlijk dat gedurende de wedstrijd mogen ze kijken of het een 2 of 3 punter is. Voet op de lijn, ja of nee. Of dat er, en dat geldt ook op het moment dat er een foul wordt gemaakt op een schutter. Of dat die wel of niet op de lijn stond. Dus als die, of dat het 2 of 3 vrijworpen is. Ja. Dus je mogen kijken natuurlijk. En die wordt het meest gebruikt. En zoals je ook afgelopen zondag hebt kunnen zien. Of dat er een foul wordt geüpgrade of niet. Dus of dat er een fout wordt geüpgrade of gedowngrade. Of blijft wat het is. Die zie je eigenlijk het meeste terugkomen. Ja. En daarnaast mogen we kijken vooral bij malfunctions. Dus als de shotklok of de gameklok het niet doet. Of verkeerd heeft stil heeft gestaan of niet heeft stilgestaan of wat dan ook. Dan mag je kijken op de beelden om de juiste tijd op de klok te zetten bijvoorbeeld. En dat mag dan eigenlijk gedurende de hele wedstrijd. En dat is ook... goed. En in de laatste 2 minuten dan ga je vooral kijken naar de out-of-bounds bijvoorbeeld. Hè. Dus de out-of-bounds situations mag wel in de laatste 2 minuten reviewen, maar niet gedurende de hele wedstrijd. Daar zitten wel wat verschillen in. En verder blijven heel veel dingen hetzelfde. Maar bijvoorbeeld in de laatste 2 minuten mag je ook kijken naar de goaltending. Als je goaltending, of dat de goaltending die gecalled wordt, of dat die correct is of niet. Ja. Dus daar zitten wat verschillen in. Maar die dingen zie je wat minder snel. Zoals bijvoorbeeld wij ook in de laatste 2 minuten mag je kijken of een schutter voor het schot out of bounds stond, bijvoorbeeld op de lijn stond of wat dan ook. Ja, goed. Dat gebeurt natuurlijk niet zo heel veel, maar het is natuurlijk wel, zeker in als je bedenkt van ja, op een laatste schot, hè, twee punten verschil en het is een 3 punten en hij komt over een backscreen de baseline over en hij komt naar de sideline toe en hij staat er wel of niet op. Ja, dat bepaalt natuurlijk je wedstrijd. Dus, ik weet nog 5 jaar geleden toen we de analyse, de evaluatie hadden van de review toen, dat toen ook gewezen werd naar Game 7 in Den Bosch. Waar hun sterspeler, ik denk met zijn hiel of boven de zijlijn zweefde of voorop stond. En dat was heel cool. Het is ook gewoon echt niet te zien in real time. Mag elk van de 3 scheidsrechters zeggen, ik wil een replay? Of moet je dat altijd met elkaar overleggen? Of mag alleen de chief dat zeggen? Nee, de procedure is in principe dat de crew chief het aangeeft. Maar wat eigenlijk de procedure is op het moment dat we een val of een situation hebben die we willen reviewen, is dat je eigenlijk de call maakt. Hè, dus de eerste beslissing maak je altijd. Dan kom je bij elkaar, overleg je en dan vraag je aan elkaar van, goh, wat denk je, wat is je call? Wat wil je doen? Gaan we reviewen, ja of nee? Mm-hmm. En als uiteindelijk dan gereviewd wordt, dan gaat altijd de crew chief samen met degene die de beslissing maakte. En als de crew chief de beslissing maakte die je gaan reviewen, dan neem je eigenlijk altijd de scheidsrechter mee die involved in de play was. Dus degene die mee in dat gebied was. Hè. Dus zoals je zag zondag, floot ik vanaf de baseline die val, die uiteindelijk geüpdate werd naar een onsportieve fout. Maar die floot ik samen met Mohamed. Dus gingen wij samen naar de monitor. En daarvoor floot timen en toen ging ik mee als crew chief. Ja, dus je hebt altijd een extra paar ogen, zeg maar, hè, die ook op die monitor meekijken natuurlijk. Dus eigenlijk verplicht vanuit FIBA om met z'n tweeën te gaan. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat misschien ook alleen in die laatste 2 minuten ook buzzer beaters, van is het binnen de shotklok, binnen de gameklok, ja of nee, dat die ook reviewable zijn?
Ja, absoluut. Dus gedurende de laatste 2 minuten en elk eind van een quarter. Dus de laatste 2 minuten geldt eigenlijk altijd over de vierde periode. Of over elke overtime. Maar in ieder geval aan het eind van elk kwart en overtime mag je altijd kijken of dat er een shot binnen de tijd is, ja of nee. Ja, helemaal duidelijk. Nou, was dus 5 jaar geleden, hè? We hadden het net even kort over goede uitkomst van de review, maar ja, het was een verrassing. Er was eigenlijk ook niet zozeer aan gedacht of heel expliciet gecommuniceerd. Alleen Antio, ook met zijn internationale ervaring, hè, die wist van ja, alles is er om het te mogen doen, dus ik mag het nu ook doen. Ja, ja. Enige opmerkelijke, hoe ik me dat tenminste herinner, is dat er toen geen call werd gemaakt voordat ze naartoe gingen. Maar goed, wel een terechte uitkomst. Vervolgens is er ook wel gezegd door, meen ik, de DBL van ja, we hebben natuurlijk niet altijd de faciliteiten ervoor. Voorlopig doen we het gewoon nooit. En ook Antio had een heel mooi stukje op de website van Basketbal Nederland, van de NBB. Vooral met de nieuwe spelregels van het huidige seizoen, waarin hij ook schrijft van ja, in Nederland wordt het niet gebruikt. Ik neem aan ook omdat ja, heel vaak zijn de faciliteiten er niet. Nee. En toen werd het toch gebruikt. Ja, tegelijkertijd heb jij net uitgelegd volgens mij dat de DBL dus juist voor de finale heeft besloten en heeft overlegd en gecommuniceerd. Ja. Het kan wel, dus we doen het. Ja, kijk, in Nederland hebben we natuurlijk een bijzondere constructie. We hebben de Dutch Basketball League en we hebben de NBB. Mm. Antio en ik er zelf natuurlijk ook, maar Antio is natuurlijk hoofd van de scheidsrechters binnen de NBB. Dat staat los van de Dutch Basketball League. Dus de Dutch Basketball League, die huurt ons in via de NBB, om het zo maar te noemen. Hè? Want wij staan onder contract bij de NBB. Maar de Dutch Basketball League is verantwoordelijk voor de organisatie van de competitie. Dus dat zorgt er ook voor dat ze natuurlijk in principe als competitie zijnde kunnen afwijken van bepaalde richtlijnen zoals de NBB dat geeft. Ja. Mits dat wel binnen de FIBA-regels, want dat staat volgens mij wel in een van de reglementen, dat ze natuurlijk wel voor according the rules van FIBA hanteren. Maar zoals bijvoorbeeld, we hadden 2 seizoenen geleden, meen ik uit mijn hoofd, die regelwijziging dat er een bepaald aantal Nederlandse spelers op het veld moest staan bijvoorbeeld. Ja, dat was geen FIBA-regel. Dat is gewoon puur vanuit van de Dutch Basketball League geïntroduceerd. We zijn nu wel terug naar de FIBA-regel met die homegrown spelers. Mm-hmm. Dus er zijn dingen die ze een beetje kunnen afwijken. En dat mag in principe elke competitie binnen elk land. Totdat je bepaalde dingen doet voor FIBA, dan gelden eigenlijk altijd de FIBA-regels. Ja, super duidelijk. Arnold, laten we in het laatste stukje van ons gesprek ook een klein beetje vooruitkijken, ook naar de play-offs en misschien volgend seizoen. Nog eerst even over, wat moet er technisch staan aan misschien aantal camera's, maar ook van welke organisatie? Ja. Wil het überhaupt volgens de FIBA-regels mogen? Stel dat de play-offs die beginnen aanstaande zaterdag in de Dutch Basketball League, dat men er wat mee zou willen. Waar moet het dan aan voldoen? Ja, ze hebben een FIBA heeft een manual geschreven van 56 pagina's lang over alles wat te maken heeft met IRS. Instant replay system, hè, geloof ik. Ja, klopt. Ja. Dus we hebben geen VAR in het, zoals in het voetbal, maar we hebben een instant replay system. Hoofdzakelijk is het vooral bedoeld. Kijk, FIBA beschrijft in dat plan 3 of 4 soorten camera setups, waarbij ze een basic plan hebben. En dat ik geloof dat die bestaat uit 9 tot 12 camera's. Tot aan het premium plan. En dat is zeg maar wat ze gebruiken op World Cups, Olympische Spelen strakjes. En daar hebben we het over 27 camera's om het veld in. Die dus allemaal ook binnenkomen op het scherm waar de scheidsrechters naartoe kunnen gaan. En in dat premium plan moeten ze de beelden kunnen verdelen over 1 scherm. Hè. Dus dan hebben ze 4 of 5 angles die ze op 1 scherm moeten kunnen zien. En moet touchscreen zijn. Nou, goed. Wow. Allemaal toekomstmuziek. Nee. Kijk, en dat is natuurlijk echt een toplaag van alles. Ik geloof dat ze in de Basketball Champions League, dus het hoogste niveau van FIBA op dit moment, gebruiken ze volgens mij het plan van 9 tot 12 camera's. Wat je nodig hebt, ja, dat vanuit FIBA zijn wil natuurlijk gewoon hoogwaardige kwaliteit hebben. Dus dat wil eigenlijk gewoon zeggen TV-kwaliteit. Mm-hmm. Mede ook omdat je natuurlijk
dat je daar afhankelijk bent van een regie. Hè? Dus zoals je hebt natuurlijk, als je alleen maar een livestream hebt en je hebt geen herhalingen en je hebt niemand die dat kan regelen, ja, dan heb je eigenlijk ook niks aan om die beelden te gebruiken voor een iOS-systeem. Omdat je natuurlijk altijd teruggaat in de tijd. Hè? We kunnen niet dingen op dat moment terugkijken. Dus we moeten altijd terug in de tijd. Dus je hebt te maken met bepaalde regie-eisen die er nodig zijn. Ja. Dus ze hebben een scherm met één of meerdere beelden per scherm. Dat kan, dat mag allebei. Maar er moet een operator zijn, dus er moet een iOS operator zijn, zoals ze die noemen. Die in verbinding staat met eventueel een regiewagen. Die de beelden, die de juiste angles en de juiste beelden naar dat scherm kan toesturen. Dat is eigenlijk het hoofdlijn die je moet hebben. Dus je moet eigenlijk in principe gewoon meerdere angles hebben van hoogwaardige kwaliteit. Die je op dat moment kan reviewen. Dus dat wil zeggen dat je herhalingen vanuit verschillende hoeken kan terughalen. Ja. En in slow motion onder andere. En het is ook in slow motion. Heen en terug. Precies. Dus technisch gezien is het best nog wel een ingewikkeld systeem. Maar goed, aan de andere kant, als je dan toch gaat kijken naar eventueel in de toekomst, je hoeft natuurlijk ook niet meteen met het premium plan te beginnen. Dat is natuurlijk alleen maar bij hoge uitzonderingen, bij alleen maar de World Cups en de Olympische Spelen zo meteen in Tokio, dat ze dat zullen gebruiken. Maar je ziet dat ze in de Champions League eigenlijk ook al een iets minder geavanceerd systeem gebruiken dan daar. Omdat het ook gewoon voor clubs natuurlijk niet haalbaar is om elke wedstrijd met 27 camera's vast te laten leggen. Hebben het volgens mij bij de Orange Lions, hè, zie je het ook. Volgens mij zat Nico Zwiep daar onder andere ook achter. Waar natuurlijk Ziggo met een hele mooie productie komt, daar gaat het helemaal niet om. Maar ja, dat zijn eerder ook inderdaad 8-9 camera's dan... Zoiets meestal. Hè. Dus ze hebben meestal 2 op het bord, 2 onder het bord. Ze hebben een sideline camera, de main camera. En soms dan daar nog eentje of twee voor close-ups. Ja. Dus dan zit je al snel aan rond de 9 camera's. Ja. Nou, stel nou Arnoud, dat je ziet natuurlijk bij alle DBL-clubs mede ook wel dankzij corona, hè, dat de livestreams flink verbeterd zijn. Absoluut, gelukkig wel. Ik mag natuurlijk zelf ZZ Leiden doen. Daar zitten we nu ook met 2, 4... 5, 6, 7 camera's, dus dat wordt ieder jaar meer. Het dan mogen, stel dat, ik denk dat wij bijvoorbeeld technisch zouden kunnen doen, misschien zou naar Bos het kunnen, zo nog een aantal, dat het op zich technisch zou kunnen, mag dan het is dan wel een productie van de thuisclub, maar goed, je zou kunnen zeggen beeld is beeld. Zou het dan aangeboden mogen worden, of is daar ook nog iets van, dat moet een soort onafhankelijke partij zijn? Ja, dat onafhankelijke was natuurlijk een heel groot item. Ik heb alle regels nog eens nageslagen voor meedoen natuurlijk voor dit gesprek. Daar staat eigenlijk niet zo heel veel meer over in. Er staat niet meer letterlijk in dat het een onafhankelijke third party partij moet zijn. Dat er een broadcast host moet zijn. Dus er moet een host zijn die dat organiseert. Naar mijn idee, en dat het op grote toernooien en in grote competities allemaal onafhankelijke tv-producties zijn, dat is natuurlijk inherent aan hoe groot het basketbal daar is. Maar als we hier in de DBL zouden kunnen faciliteren dat we het kunnen doen op een al wat kleinschaligere manier, ik denk dat dat voor de competitie al heel, heel goed zou zijn. Alleen, dat zeg ik puur persoonlijke titel, dat moet natuurlijk wel overal worden geïmplementeerd. Dus mag het aangeboden worden? Het mag aangeboden worden. Zullen we daarop ingaan als scheidsrechters op dit moment? Dat denk ik niet. Want tenzij de Dutch Basketball League uit aangeven, joh, luister, vanaf die ronde of vanaf die wedstrijd gaan we elke wedstrijd met IRS doen. En dan is het mogelijk. Want uiteindelijk bepaalt de Dutch Basketball League wat er wel niet gebeurt op dat gebied. Ja. Ik denk dat alle scheidsrechters in ons korps staan te springen als we het ingevoerd krijgen. Mm-hmm. Omdat het is gewoon van deze tijd. En basketbal evolueert zo verschrikkelijk snel. Het is zoveel atletischer geworden dan dat het was. We hebben natuurlijk al, iedereen roept al van we hebben bijna geen postplays meer. We hebben alleen maar snelheid en ding. En alle spelregelwijzigingen die afgelopen jaren zijn ingevoerd, zijn natuurlijk ook om het product basketbal aantrekkelijker te maken voor het publiek. Hè? Dus om het nog sneller te maken, nog meer aanvallend te maken. Hè? We hebben nu elke keer als de bal de ring raakt, hebben we nu 14 in plaats van 24 seconden. Puur alleen maar om die snelheid maar in die wedstrijd te krijgen.
En dan kan je zeggen van ja goed, we zijn al met z'n drieën op het veld. Maar ook met z'n drieën op het veld, in zo'n kleine kluwe, ja, daar kan je gewoon dingen missen. Of je kan net in een split second, hè, ik bedoel, we hebben nog niet eens meer dan een halve seconde tot een seconde om een beslissing te maken. Mm-hmm. Als je dan toch eventjes af en toe de juiste beslissing kan maken, ja, dat is natuurlijk door naar de beelden te gaan, ja, dat is natuurlijk vele malen eerlijker dan alles laten afhangen van een persoonlijke fout eventueel. Ja. Dus, even voor de duidelijkheid voor de kijkers die niet helemaal bovenop de regels zitten, die misschien wel regelmatig NBA zien. Ja, we hebben het hier niet, daar heb je nog die coaches challenge onder andere, hè? Maar in FIBA is het in ieder geval zo, de initiatief om de replay te bekijken komt altijd en alleen maar vanuit de scheidsrechters. Dus niet dat een coach dat kan aanvragen. Nee. Ik weet niet of de commissaris nog een rol daarin heeft, of misschien ook niet. Nee, het is puur... Ja, het initiatief om te reviewen is altijd bij de scheidsrechters zelf, dus onder de crew. Ja. Officieel staat ook in de richtlijnen van zo'n IRS setup dat de IRS niet zichtbaar mag zijn voor coaches en spelers. Zodat je in alle rust die beelden kan bekijken, zonder dat er een coach of een speler in je nek staat te hijgen van, zie je wel, er gebeurt niks bijvoorbeeld. Ja. Dus ook daarin zijn nog wat richtlijnen. Er is een hele beruchte situatie van Glenn Pinos, coach toen van, ik neem aan, Donar, waar een 2 of 3, ik denk tegen Den Helder, denk ook finale, dat zal het geweest zijn, dat doe ik een beetje uit mijn hoofd, eind vorige eeuw, waar inderdaad de NOS-monitor liet zien, het was een 2-punter, er werd een 3-punter gegeven. Ik dacht niet andersom, ik dacht een 2 werd voor een 3 geteld. Heel begrijpelijk, want hij trok net zijn ene voet weg. En de coach die ziet op de monitor dat het anders is en die gaat natuurlijk helemaal uit zijn dak. Ja. Wat kan Den Helder nog? De wanhoops 3 punten van Rolf Franke en hij is binnen. Het wordt verlengen en daarin is Den Helder te sterk. Ronduit belachelijke schande voor de basketballerij. Pinas is ziedend na afloop. Frankes voet zou de 3-puntslijn hebben geraakt en dit zou het bewijs zijn. Het lijkt er inderdaad op dat Pinas gelijk heeft. Een fout van de scheidsrechter dus. Dat is zuur, maar ook een beetje part of the game. Echt beslissend moment in een finale. Ja. Dus ja, zo close kan het zijn. Ja, en weet je, dat is het natuurlijk. Hè. En als het zo'n beslissing is, dat kan, zoals in 2015, waar je net al naar refereerde. Ja, weet je, het is natuurlijk wel gewoon een beslissing tussen wel of geen Europees ticket, hè, voor die 2 ploegen. Hmm. En zoals de bekerfinale winnen, betekent gewoon dat je een Europees ticket hebt. Dus ja, die belangen zijn natuurlijk gewoon zo groot. Daar worden we voor getraind. Uiteindelijk, je ziet het in alle grote sporten. Bij de beste scheidsrechters, Euroleague, NBA, bij de FIFA, overal wordt het gebruikt. Dus ik denk dat het hartstikke goed is dat we nu weer een eerste stap hebben gezet binnen de bekerfinale. En ik hoop echt oprecht dat we op korte basis dat ook mogen gaan gebruiken binnen de Dutch Basketball League. En ook misschien zelfs wel volgend jaar al in de Benelieke. Ja, dat is een mooie wens voor de toekomst. En net wat je zegt, het maakt... Ja, er zijn natuurlijk heel veel beelden. Dus ja, het is natuurlijk raar voor fans als die beelden achteraf uitgebreid bekeken kunnen worden, maar tijdens de wedstrijd niet. Het maakt het ook eerlijker, wat je zegt. Ja. En dan kan je zeggen, hoe vaak gebeurt het nou dat het zo beslissend is? Ja, weet je. Maar toch, het gebeurt misschien niet wekelijks. Of dat nou een U-fout is of een normale fout, dat zal niet per se meteen per definitie beslissend zijn voor een wedstrijd. Kan overigens wel, maar hoeft niet altijd. Mm-hmm. Maar er zijn altijd wedstrijden in zo'n seizoen die je terughaalt, dat je denkt van ja, wat hadden we daar maar. Hè? Zoals dat 3-puntschot in de hoek bij Den Bosch, waar je het over hebt gehad. Ik stond zelf op het veld tussen Den Bosch Leiden dit seizoen. Met een halve seconde op het veld, half seconde op de klok. Met een shot dat eigenlijk gewoon niet kan binnen 0,5 seconden. De beelden gaat bekijken. Ja, tuurlijk is het rode licht nog niet aan als de bal los is. Mm-hmm. Er staat ook gewoon duidelijk in de regels. Hè, dat als je ziet dat, of als Rudy of wat dan ook bepaalt dat de tijd te laat aangaat. Mm-hmm. Dan mag je dat gewoon, dan moet je dat gewoon afkeuren. En dat is veel makkelijker te maatstaven of in ieder geval te onderbouwen als je beelden kan gebruiken. Dan heeft iedereen er veel meer vrede mee. Ja. Omdat je rust op feiten. En nu was het natuurlijk gewoon, ja, weet je,
Nou goed, je hebt een heel mooi clipje gemaakt, volgens mij met zo'n stopwatchje erbij, dat het bijna 2 keer zo lang duurde. Ja, weet je, het zijn natuurlijk wel interessante plays. En die beslissing was overigens wel heel, heel belangrijk, zeker voor Den Bosch, omdat die natuurlijk daardoor zich nog steeds konden plaatsen voor de elite A en niet al meteen afvielen naar elite B. Absoluut. Dus je ziet hoe groot de belangen zijn, ook gedurende het seizoen. Ja. En dus het zou hartstikke mooi zijn. Ik denk dat wij als korps allemaal het enorm zouden toejuichen. Ik denk ook dat we er klaar voor zijn. Ik denk dat we dat supergoed kunnen anticiperen. Ik denk dat we dat zondag ook hebben laten zien. Op redelijk korte termijn, zonder enige ervaring. We hebben alle drie nog nooit met IRS echt gefloten. Mm-hmm. Dat je toch op korte termijn toch redelijk goed alles kan implementeren. Dus ja, ik zie daar zeker wel toekomst in. Ja, voor mij, ik heb met plezier gekeken op de NOS. En het zat ook heel mooi in de productie. Het werd ook uitgelegd. Het was eigenlijk heel natuurlijk. Je zou bijna kunnen zeggen, je verwacht het bijna als je, wat je zegt, ook EuroLeague of NBA kijkt. Een heel kleine opmerking nog over wat je op zich terecht zegt, hoor, van over grote toernooien. Ik ben er ook aardig wat geweest. En wat je dan wel ziet is dat zeker Nederland speelde in Zagreb tegen Slovenië. Ik noem maar iets, in Kroatië. Ja. Ja, dan gaat dat ook wel de televisie op, maar dan is eigenlijk de hele productiecrew is allemaal FIBA. Ze hebben een FIBA-shirt aan en ze werken vaak freelancer, ze worden ingehuurd. Dus we hadden discussie over hoe onafhankelijk is het. Het is daar ook niet zo dat de Kroatische nationale televisie Nederland-Slovenië uitzendt, waarschijnlijk. Dus dat kan ook prima gewoon een ander soort partij zijn, mits ze gewoon inderdaad integer zijn en de juiste technieken en alle camera's. Ja, kijk, en bij FIBA, bij die grote toernooien is dat natuurlijk superbelangrijk. Er gaat natuurlijk zoveel belangen. Maar daar zou je natuurlijk ook nooit een tafel hebben, table officials hebben die van één bepaald land zijn. Dus zoals wij natuurlijk in onze competities natuurlijk wel hebben, dat de thuis organiserende ploeg table officials organiseert. Dat is natuurlijk ook niet volledig onpartijdig, terwijl daar gaan we allemaal natuurlijk wel vanuit en dat gaat allemaal hartstikke goed. Maar ze zijn niet onafhankelijk en dat is natuurlijk met de tv-beelden eventueel ook. En ik denk, uiteindelijk moet je die stap gaan zetten om dat IRS in te voeren in Nederland. Omdat je gewoon, je moet gewoon aansluiting houden als competitie. Je moet aansluiting houden met iedereen om ons heen. En als we dan toch een van de weinige landen zijn waar het nog niet heel erg gestroomlijnd is en nog niet ingezet wordt, dan denk ik dat een van de grote stappen is die we absoluut moeten gaan maken. Ja, mooi vooruitzicht. Arne, ik wil je nog één vraag stellen, ook weer vooruitblikkend. Super bedankt nogmaals voor je tijd en hele duidelijke uitleg. Je noemde al even kort, de Benelink. Dat blijft een nationale competitie, maar ook een hele mooie transnationale competitie komt eraan. Ja. Bij mijn weten gebruikt de Belgische competitie al IRS. Ja, dat vind ik ook op. Dus dat kan natuurlijk een interessante stimulans nog zijn. Maar dat wilde ik niet vragen. Ik wilde eigenlijk vragen, verwacht jij ook dat er, als er Benelink wedstrijden zijn, dat jullie crews gaan vormen met 1 of 2 Nederlanders en 1 of 2 Belgen? En zo ja, zijn er al contacten? Ja, die zijn er misschien sowieso al wel, met jullie Belgische collega's. Even los van replay. Ja, zijn er contacten met Belgische collega's? Ja, uiteraard, maar dat komt meer omdat je elkaar natuurlijk ook op toernooien tegenkomt. Je hebt natuurlijk daar ook een aantal FIBA-scheidsrechters rondlopen die je dan weer op toernooien tegenkomt of wat dan ook. Dus je kent ook, sommige ken je wel, sommige ken je niet. Maar goed, dat is natuurlijk redelijk snel op te lossen door gewoon één grote meeting te organiseren natuurlijk van een weekend en te zorgen dat allemaal gestroomlijnd wordt. Maar ik denk dat daar absoluut over nagedacht gaat worden. Wat verder, qua opzet van die Benelink zijn er heel veel ontwikkelingen en zijn heel veel mensen achter de schermen heel erg mee bezig. Antio is daar vanuit Nederland mee bezig. Samen met Michel Zegwaard op scheidsrechterniveau met de Belgische collega's daarover. Hoe ze die crews samen gaan stellen, dat zal allemaal bekend worden gemaakt op het moment dat definitief is. Maar daar kan ik op dit moment nog niet zoveel over zeggen, denk ik. Nou, ik hoor het al, met dat soort namen, dat is in goede handen. Ja, ik denk ook voor jullie als scheidsrechters, even los van hoe die crews zijn, maar stel je fluit gewoon alleen maar wedstrijden in Nederland, maar er komt een Oostende, hè? Bijvoorbeeld. Ik zag net vandaag dat Kai van der Vuurst de 1 na beste jonge speler is in de Champions League, volgens de voting. Weet je wel, dat soort wedstrijden gaan we straks ook in Nederland krijgen, dus dat wordt natuurlijk heel tof.
Ja, nee, kijk, en daarom denk ik, je hoort natuurlijk altijd over nieuwe opzetten en dat soort dingen, hoor je altijd veel negatief geluiden. En ik denk dat het juist enorm kan helpen. En niet alleen binnen voor de clubs en voor de competitie, natuurlijk een veel grotere fanbase die we kunnen bereiken. Ik denk dat daar gaat het natuurlijk allemaal om. Maar zeker als scheidsrechterkorps ook. Hoe beter de competitie wordt, hoe beter de scheidsrechters ook worden. Hè? Ja, dus ja. Dat wordt nog wel eens onderschat. De kwaliteit van het basketbal zorgt ook voor dat wij moeten verbeteren. Ja. En meestal werkt het niet andersom. Wij houden niet het niveau van een competitie tegen. Ja. Want op het moment dat je gewoon niet goed genoeg bent, ja, dan val je af. Zo simpel is het. Ook daarin is onze business gewoon best wel hard. Het is gewoon topsport. Maar ja, goed, weet je, als de competitie beter wordt en de structuur beter wordt en de teams hoger gaan spelen, et cetera, en we krijgen meer aanzien, heeft het natuurlijk voor ons als scheidsrechters ook enorme winsten te behalen. Dus dat zorgt alleen maar goed voor een beter plaatje voor ons, denk ik ook. En dat zie je nu ook al een beetje terug in die elite A, elite B. Je ziet natuurlijk veel meer wedstrijden die ertoe doen. Hè? Dus ik denk dat deze opzet echt absoluut heel erg geslaagd is dit seizoen. En je ziet dat de druk op wedstrijden gewoon veel groter wordt. En daardoor worden ploegen beter. En dat is ook de reden waarom je ziet dat de nummer 7 en de nummer 8 de bekerfinale spelen. Waarvan, met alle respect voorafgaand aan het seizoen natuurlijk gewoon niet van verwacht wordt dat die de bekerfinale gaan spelen. Maar dat ze dat met verve doen en dat ze alle respect hebben afgedwongen, denk ik, van heel basketbal Nederland. Maar je ziet dat die ploegen dus heel erg kunnen groeien in zo'n seizoen als dat we nu hebben. En dat geldt natuurlijk voor scheidsrechters ook. Hoe meer topwedstrijden je fluit, hoe beter het is. Zo simpel is het. En hoe beter je kan worden ook. Dus dat is uiteindelijk altijd nog steeds het doel van elke scheidsrechter binnen de Dutch Basketball League. Om elke dag weer beter te worden. Ja, nou, we zien het ook aan, hè, we hadden even kort over Tijmen Last. Ja, er zijn echt veel jonge talenten ook vanuit de dames bijgekomen. Dus dat, ik denk dat een heel goed teken is. Ik zei het al even, zaterdag beginnen de play-offs. Ik neem aan dat we jou daar gelukkig ook wel gaan terugzien. Dan wordt een bepaalde selectie gemaakt, hè, want er zijn gewoon wat minder scheidsrechters nodig. De allerbeste zien we dan in de play-offs. Ja, we hebben afgelopen, moet ik goed zeggen, vrijdag geloof ik, dus de dag voor de finale weekend, hebben we de nominaties gehad inderdaad van de 12 scheidsrechters die geselecteerd zijn, of 13 scheidsrechters, sorry. En ik ben het eerste weekend ben ik vrij, want dan heb ik een skills challenge van onder 15 Nederlands team die ik moet begeleiden vanuit FIBA. Maar dat is weer een hele nieuwe andere competitie opzet, maar daar ben ik heel het weekend mee bezig in Amsterdam. En daarna gaan we volle bak aan de slag inderdaad. Dus al mijn collega's mogen dit weekend al aan de bak. En ik moet nog even wachten tot dinsdag. Ja, mooi, Arnoud. Nogmaals, enorm bedankt voor je tijd. En ook voor je enthousiasme. Ook voor al die jaren dat je al in de DBL actief bent. En er komen er hopelijk nog heel veel bij. Plus FIBA, plus Replay, plus Benelink. Dus ook namens alle kijkers van iBasketball, Arnoud, enorm bedankt. Geen probleem. En succes. En super bedankt voor dit platform. En ik denk dat het begrip voor elkaar en door elkaar hartstikke belangrijk is. Dus mocht ik wat kunnen doen voor jullie altijd.